Mickey. Ja, dus net een beetje eten doen, hè? Goedemorgen mensen. Het is alweer zondag 3 januari 2016. Ik zal even een muziekje erop zetten. Zo. Zondag 3 januari is het alweer. Ik ben nu hier op mijn kantoortje. Marieke is alweer aan het werk. Al voor de derde keer dit jaar. Want gisteren en eergisteren heeft ze ook al gewerkt. En vandaag moet ze weer werken. Het is inmiddels al bijna 10:55. En ik ga zo dus even fietsen. Ik heb de afgelopen dagen al een klein beetje gesport. Zo heb ik nieuwjaarsdag bijna 40 kilometer al gefietst. En 2 kilometer gelopen. En gisteren, op 2 januari, heb ik 56 kilometer gefietst en 4 kilometer gelopen. Vandaag moet ik nog beginnen met sporten, maar dat ga ik zo doen beneden op de tax. Mickey is ook nog. Hoi jong. Ja, daar staat het ook in mijn filmpje. Hè? Kijk. Het is inmiddels zondagmiddag 2:30 en ik heb net een rondje gelopen. Ja, een rondje langs de tuinbouwweg en hier langs de kwekersweg. Maar het was spek en spekglad. Misschien kun je nog een beetje zien buiten. Nou, volgens mij niet. Het vijvertje is wel dichtgevroren. Hierachter is het niet zo glad. Maar voor op de weg en de hele weg bij de tuinbouwweg... Echt spekglad. Je kon gewoon niet normaal lopen of hardlopen. Dus ik ga nu nog maar even weer fietsen. De fiets staat al klaar. Even een kilometertje of 20 ga ik maken hier in de woonkamer. Ondertussen kijk ik wielrennen, veldrijden, dames. En Mickey die ligt op staal. Mooi jongen. Komt er dan uit met een kleinere tand. Dat is duidelijk. Kleine verzet. Zo, mooi blimling, hè? Nou, dan ga ik even fietsen. Mezelf even lekker in het zweet jagen.